auto. En ik hoef niet te rijden. Is dat even lekker? Voor degenen die me op social media volgen, jullie hebben het al kunnen zien, maar ik ga met deze weekend op stap. Ja. ik met die andere. Ja, waar gaan we heen? Naar Groningen. Takken en draaien, man! Het valt mij iets met 243 kilometer. Hoe laat is het nu? 10 uur, het toch? Het is nu 10 uur, ja. Ja, we zijn mooi op tijd. Ja, zeker. Dat hebben we goed geregeld. Ja. En hoe laat komen we aan? Net iets voor 1 uur, als het allemaal mee zit onderweg. Dus, we hebben eten bij. Dan hoeven we... Nou, ik denk dat we sowieso nog wel even ergens een sanitaire stop moeten houden onderweg. Ja, ik gok er ook op van wel. Maar we hoeven in ieder geval niet daaruit om te eten, want dat kunnen we onderweg doen. Dus dat scheelt weer. En het weer is niet heel erg fijn, maar ook niet heel slecht. De temperatuur is goed. En als het nou even ophoudt met regenen, dan komt het vast goed. En ik ga niet vertellen wat we niet nu al vertellen wat we allemaal gaan doen. Dat gaan jullie vanzelf zien. Maar wij gaan even een stukje rijden. Ah, jij niet? Nou ja, ik rij mee, toch? Ja. Mag ik hopen? Ik ga sturen en jij wijst de weg. Ja, nou ja, dat doet zij toch? Oh ja, dat is waar. Ja. Zelfs die hebben we mee. Nou, tot later. Zo, daar ben ik weer. Het is inmiddels een klok. Waar vind ik een klok? Het is 6:06. Oh, daar. 6:06. Dus we zijn ruim een uur onderweg. We snappen de navigatie niet helemaal. De navigatie snapt ons niet helemaal. Eén van de twee. De trein stuurt ons nu naar Almere. Daar moeten we niet naartoe. Maar goed, misschien is er inderdaad toch ergens een file of iets. Of had je gewoon net niet die andere route moeten nemen? Nee, dat is niet. Nee. Van alles zijn, maar dat niet. Dat niet. En nou wilde ik jullie laten zien dat de zon ging schijnen, maar nou is die weer weg. Maar goed, het is wel echt wacht. Even kijken of ik dat kan laten zien. Ik zie blauwe lucht. Yay! En het is droog. Nou, hopen dat dit een voorteken is voor waar we naartoe gaan. Ik vind jouw dak wel heel tof. Daar kan je gewoon doorheen kijken. Ja. Dan kan je zien dat het blauwe lucht is. Ja, kijk, daar kan je het ook zien. Dat is toch fijn? De brug gaat open. En dat op de snelweg. Ook bizar. Maar we kunnen net de boten niet zien. Dat vind ik dan wel jammer. Oh, daar gaat er één. Ja, hier. Je kan hem hier net zien. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Er was een ongeluk op de A1 Apeldoorn Amersfoort. En het is nog... 20 minuten vertraging. Op de A2 de Bos Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer. Dan komen we aan. Oh, wat doe ik nou weer? Sorry. Heeft dit. Het beeld ook gelijk weg. Oh, daar komt hij weer. 65 kilometer. Dus het ergste hebben we gehad. Gaat het nog? Ja, prima hoor. Goed zo. We zitten dus op een rondvaartboot en moet je kijken hoe... Hi. Hoe goed dit geregeld is. Zo, team paparazzi is ook op stap. En die camera van jou is iets groter dan mij. Nou, size doesn't matter, hè? Stel dat je daarmee moet vloggen, dan kan je echt je vlogarm wel trainen, want dat gaat hem niet worden. Maar we zitten op de boot. We zitten op de lift, want dan kunnen we lekker buiten zitten. Dus dat is fijn. Nou, ik hoop dat ik jullie straks een paar mooie beeldjes kan laten zien. En het is toch een partijtje warm, jongens. Heerlijk. We hadden echt verwacht... De weersvoorspellingen waren dat het wellicht zou gaan regenen terwijl we aan het varen waren. Nou, ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt, maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat gaat gebeuren. Dus dat is fijn. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Hiervoor is er dus ook nog één en die vaart met ons. Wij varen eigenlijk met ze mee.
omdat we daar met de rotsen niet op konden, hebben ze voor ons deze boot apart laten varen. Echt heel top geregeld. Ik zal hun site even hieronder linken. Ze heet de Kool, hè? Dat klopt. Ja, ik vind het echt goed geregeld van Kool. Af. Het was super leuk en we zijn nu even het station ingegaan omdat we dachten dat zou wel mooi zijn. Nou, dat is het ook. Het is hier prachtig. En Jeroen houdt heel erg van foto's maken, dus die heeft ook zijn camera er weer bij gepakt. Kijk hoe mooi dit is. Echt schitterend. En de deuren gaan automatisch voor je open, dat is ook wel fijn. Hallo. Wel heel handig. Het is gewoon een hele mooie. Stationshal met hier nog een lantaarnpaal in het midden. Eerlijk gezegd had ik eigenlijk wel verwacht dat hier allemaal winkeltjes zouden binnen zijn, maar misschien komt dat nog. Zo jongens, het is alweer heel wat uurtjes later, maar we hadden even wat haast. We zijn inmiddels al in het hotel geweest. Dat ziet er echt perfect uit, maar dat ga ik jullie vanavond laten zien. Ga ik jullie uitgebreide rondtour doen. Kijk, hoe is het er ook? Waar ben je? Daar. En nu zijn we bij Brouwerij Martinez. En daar gaan we zo meteen een rondleiding krijgen. Dus daar hoop ik ook wat te filmen. En dan, we zijn met de rolstoel gekomen vanuit het hotel. Dus we kunnen straks lekker aan het bier. En zal ik je nou eens een grap vertellen? Ik lust helemaal geen bier. Ja, gewoon proberen. Daarom. En ik hoop dat we als we gaan eten, dat ze misschien ook nog wel een klein wijntje hebben of zo. Maar goed, dat zien we wel. Zo niet, dan gaan we gewoon aan bier. Ja, dit is 6% alcohol in het nodig. Dit is een oatmeal pale ale. So it contains oats, 30% of oats. De rondleiding in de brouwerij zit erop. En omdat het restaurant hier op in een bovenetage is en wij niet daar naartoe kunnen, wordt hier een tafel voor ons gedekt. Wil je op film of? Ja hoor. Oké. Dit komt op YouTube. Oké. Ja, dus je kan als je wil nog even een beetje reclame maken. Hallo, welkom bij Martinez. Waar alles kan, waar alles mag. Nou, absoluut. Ik ga jullie site even onder de video linken. Yes. Okay. We zitten nu even de menukaart te bewonderen en we hebben ook nog keuze uit een daghap. Voorgerecht kunnen we kiezen voor gefermenteerde rode biet, gefrituurde kappertjes, roggebrood krumbel. Dat is het enige wat me een beetje tegenstaat, maar hallo, het zijn wel Hollandse nieuwe. Dus ik denk dat ik daarvoor ga, want ja, salade van Parma, ham, perzik, rucola ook lekker, maar ik denk toch die. En dan heb je nog gefrituurde bietenballetjes. Die zingen, dat klinkt ook lekker hoor, Jeroen. Ja. Ja. En dan hebben we een hoofdgerecht. Kabeljauwfilet, krielkip of camembert fondue. Nou vind ik kaas fondue heerlijk. Maar om dat nou met camembert te doen, dat vond ik wat overdreven. En er is ook nog een daghap. En ik geloof dat deze meneer voor de daghap gaat. Kalfstoofpotje met krieltjes of mashed potatoes. Dat bedoel ik. En tiramisu, peanut butter en bananen, dat ga ik natuurlijk gewoon doen. En een of een kaasplankje. Dus nou, wij vermaken ons wel. En zoals je ziet zitten wij gewoon midden in de brouwerij te eten samen. Dus ja, daarboven ging het niet. Dus hebben ze ons weer gedekt. Ik vind het echt een top brouwerij, Martinez. Ik bedoel. Nou, het voorgerecht is binnen. En we hebben allebei hetzelfde. Hij heeft het net allemaal uitgelegd, maar in het kort komt het neer op zoute haring, bietjes, roggebrood, dille mayonaise, ui en kappertjes. Dus nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Het hoofdgerecht is inmiddels gearriveerd. Ik heb lekker een krielkipje genomen met aardappeltjes en wortel en een soort mayonaise. Ik denk curry, maar lekker een salade erbij. En jij hebt een heerlijke stoofpot. Ja, met van
Wat was het ook alweer? Een kalfje. Oh, ja. Sorry voor alle vegetariërs onder ons, maar wij vinden het lekker. En aardappelpuree. Met mijn andere grote. Nou jongens, het toetje is er. Kijk nou, ik heb gewoon popcorn op mijn bord. En dit is ja, iets met peanut butter en iets met banana. Ik zeg, goed bezig. En jij hebt... Ik heb biramisu. Biramisu. En dat is tiramisu met bier. En zal ik je nou dat grap vertellen? Ja, dat is goed. Dat is dat bier wat je net aan mij gaf tijdens de proeverij. Oh, dat wist je. Maar die andere twee toetjes vond ik niks, dus deze bleef over. Nou, ik hoop dat het lekker is, maar ik denk het wel.